Wat moet u zich voorstellen bij schuldhulpverlening? In deze video leg ik uit hoe dat bij deel gaat. Stap 1. Aanmelden schuldhulp. Vraag bij geldproblemen of schulden zo snel mogelijk schuldhulpverlening aan. Dat kan via onze website of door te bellen naar Wil. Kijk onder wil-lekstroom.nl/schuldhulpverlening. Even langskomen kan ook. We zitten in Nieuwegein in de City Plaza, in het stadshuis. Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op voor een afspraak. Het eerste gesprek. Binnen 2 à 3 weken vindt het eerste intakegesprek plaats. In het gesprek onderzoeken we samen hoe u uw problemen of schulden kunt oplossen en voorkomen. Maken we afspraken en zetten deze in een plan van aanpak. En het plan van aanpak is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Daarna begint de stabilisatiefase, zo'n 4 maanden. In deze fase brengen we samen uw inkomsten en uitgaven in evenwicht. Dat is niet altijd eenvoudig en duurt daardoor soms wat langer. Dit gebeurt er. We zorgen er samen voor dat u gebruik maakt van de regelingen waar u recht op heeft. U regelt de laatste zaken die nodig zijn om een regeling aan te kunnen vragen. De volgende stap is regelingen treffen met schuldeisers. Een periode van maximaal 4 maanden. Wij nemen contact op met uw schuldeisers. We doen hen een betalingsvoorstel afgestemd op uw persoonlijke situatie. Schuldeisers kunnen er wel of niet mee akkoord gaan. Schuldeisers gaan wel akkoord. U kunt nu beginnen met het aflossen van uw schulden. Stap 5. Zijn uw schuldeisers akkoord? Als alle schuldeisers instemmen met een regeling, lost u zoveel mogelijk van uw schulden af. Meestal duurt het aflossen zo'n 3 jaar. Als er daarna nog schulden over zijn, worden deze kwijtgescholden. Schuldeisers gaan niet akkoord. Om een betalingsregeling te krijgen, moeten alle schuldeisers meewerken met het voorstel. Het lukt niet altijd om met alle schuldeisers overeenstemming te bereiken. We bekijken samen met u of u als laatste stap naar de rechtbank kunt gaan om een regeling via de rechter af te dwingen. Rechtbank beslist. Wel een akkoord. U gaat terug naar stap 5. Rechtbank beslist. Geen akkoord. Als de rechtbank uw verzoek afwijst, dan is er geen minnelijke regeling tot stand gekomen. De rechter beoordeelt uw verzoek voor toelating tot wettelijke schuldsanering.